Hallo, ik ben Griet en dit filmpje gaat over het flitsen op het tweede gordijn. Flitsen op het tweede gordijn is een effect dat je gaat verkrijgen door gebruik te maken van flitslicht bij langsluitertijd. De sluiter van het fototoestel bestaat uit twee gordijnen. Wanneer je afdrukt, gaat het eerste gordijn open en wordt heel snel gevolgd door het tweede gordijn. Als je gaat flitsen, dan heb je de keuze om ofwel de flits af te laten gaan op het moment dat het eerste gordijn opent, of om de flits te laten afgaan op het moment dat het tweede gordijn gaat gaan sluiten. Wanneer de flits afgaat bij het eerste gordijn, gaat de flitser het onderwerp bevriezen en daarna volgt de lange sluitertijd. Dit geeft het effect van de lichtjes die doorheen het onderwerp lopen. Een wat vreemd effect. Wanneer de flits afgaat bij het tweede gordijn, gaat door de lange sluitertijd de bewegingsonscherpte al tot op de sensor komen. En pas vlak voor het sluiten van het tweede gordijn gaat de flits het onderwerp bevriezen. Dit effect ziet er veel natuurlijker uit. Wat heb je nodig wanneer je wilt gaan flitsen op het tweede gordijn? Dat is een heel donkere omgeving. Liefst een zwarte achtergrond of een zeer donkere achtergrond. Een lange sluitertijd en een flitslicht. Om het beste resultaat te bekomen bij een donkere omgeving en een lange sluitertijd, zet je je camera best op manueel. Zet de ISO op 100. Kies voor een klein diafragmagaatje, bijvoorbeeld f22. En ga voor een lange sluitertijd, bijvoorbeeld 2 seconden. Het flitsen op het tweede gordijn wordt bij Nikon rear genoemd. En wij kennen flitsen op het tweede gordijn of second curtain. Om bij een Nikon het toestel op rear te zetten, ga je naar het symbooltje van de flits. Daar druk je op en dan kijk je naar het LCD-schermpje. Wanneer je dan aan het achterste wieltje draait, verschijnt er rear op het LCD-schermpje. Voor de Canon-toestellen ga je naar het menu en kies daarvoor externe speedlight besturing. Daar klik je op flitsfuncties instellingen en dan heb je de mogelijkheid om te gaan kiezen voor het eerste of het tweede gordijn. Dat zijn de symbooltjes met de 3 pijltjes. Dus op het moment dat het pijltje rechts ingekleurd is, kies je voor het tweede gordijn. Ook bij de flitser zal je dat moeten instellen en ga je dus kiezen voor het rechtse pijltje dat zwart gekleurd is. De flits gaan we niet laten flitsen via het TTL-systeem, want het TTL-systeem zorgt steeds voor een voorflits en dat zou in de foto's bij het flitsen op tweede gordijn een storend element zijn. Daarom plaatsen we de flitser in de manuele modus. Als de flitser manueel staat, kan je met behulp van plus en min de flitser harder en zachter gaan zetten. Het is het makkelijkst om te beginnen op bijvoorbeeld 1/8 van flitskracht. Zo heb jij nog de mogelijkheid om te zakken naar bijvoorbeeld 1/16, 1/32 en lager. Of je kan zelfs nog gaan stijgen naar 1/4 flitskracht of halve of volle flitskracht.